kan niemand ontgaan zijn, het gigantische spandoek bij het Rotterdamse Hofplein. Gemaakt door supportersvereniging De Feyenoorder. Door het verlies van Feyenoord bij Excelsior is hij nog een week langer te bewonderen. De supporters maakten hem voor het bekerduel tegen Ajax in 2015. Zo'n 50 man werkte 6 maanden lang aan het megadoek. Het idee was om een keer een doek te maken dat de hele korte zijde van het stadion bedekte. Dat kostte nogal wat geld en dat hadden we in eerste instantie niet. Op een gegeven moment is het gelukt om de financiering rond te krijgen en toen zijn we maar gewoon gestart. Zonder wedstrijd nog destijds. En stof inkopen, naaimachines aanschaffen en gaan. En weet je dan gelijk van hij is voor die wedstrijd? Nee, we hadden helemaal geen wedstrijd, we wilden het gewoon een keer doen. We waren ook nog vol in de voorbereiding van het doek, we hadden nog geen centimeter gespoten. En toen kwam in september de loting eruit voor de beker. Dat was 8e finale, kwartfinale, ik weet het niet meer. Maar dat was de klassieker, dus toen hadden we een wedstrijd. De wedstrijd van het jaar. tegen de, de snavels. Het gebeurde ook echt midden in de nacht. Eén iemand die roept, Jeroen in dit geval, we hebben een wedstrijd. En iedereen oké. Zonder enig idee hoeveel weken we hadden, et cetera. Wat is gas erop? Ja, dat was echt knallen. Want het naaiwerk was nog niet klaar. Dus we hebben nog denk ik 1,5, 2 weken nodig gehad om het naaiwerk af te ronden. En 2 weken gehad om het allemaal te spuiten. Is dit nou jullie grootste trots? Dit is wel mijn grootste trots, ja. Jullie hebben aardig grote projecten gedaan, hè? Ja, we hebben heel veel projecten inderdaad gedaan. Van een zilvervloot tot aan de laatste reeks met Feyenoord. We houden van die club. Elke wedstrijd een nieuw doek. Feyenoord, dat is het enige wat de drijfveer is. Maar je kan je club op een hoop manieren steunen. Ja. Dit is jullie manier. Ja, hoe gekker, hoe beter. Het laat de grootsheid zien van een club als Feyenoord. In goede tijden, in slechte tijden. Op het moment dat je nu richting een kampioenschap gaat. Mensen die bij deze club betrokken zijn, die zijn niet normaal. Die zijn uniek. Die laten zich op zoveel verschillende manieren zien. Feyenoorders die zijn gewoon heel creatief en origineel. En dat is zo prachtig om te zien hoe je iedereen met die club bezig ziet zijn. Ja, nu hangt hij hier. Dat hadden we eigenlijk ook nooit echt verwacht. Wel gehoopt. We hadden wel zoiets toen we het maakten van ja, eigenlijk moet je daar nog iets tofs mee doen. En daar kwamen heel veel ideeën voor langs. Maar dat we nu in aanloop van het kampioenschap hem aan dit gebouw kunnen hangen, dat hadden we eigenlijk niet van tevoren verwacht. Want je kan natuurlijk niet zomaar een vlag aan een gebouw hangen. Daar komt denk ik heel wat bij kijken. We zijn 1,5 week aardig druk geweest met de toestemming, et cetera. De gebouweigenaar was super meegaand. Die was echt, daar hebben we eigenlijk echt alleen maar lof voor. Want die zei van nou, als je hier en hier aan voldoet en die partijen stemmen mee in eigenlijk, doen wij dat ook. Nou, dat was eigenlijk heel makkelijk. Het lastigste is ook nog, je hebt een aantal veiligheidsissues, we moesten professionele mensen inhuren. dat moment dat dan zo'n doek uitgerold wordt, wat doet dat dan met je? Ja, dat is bijna niet te omschrijven. Ik stond zelf boven op het dak met mijn broer, lieten we het touw zeg maar zakken. En ja, op het moment, je hoorde iedereen, die hoorde je beneden, hoorde je schreeuwen, hoorde je zingen. Er waren mensen die fakkels afstaken en toen keek ik over die rand en keek mijn broer aan. Dat is echt ja, gewoon niet te omschrijven, dat was geweldig. Fucking hell! We stonden weer voor elkaar. Dit is echt bizar. Je hondje toch niet vergeten? Nee. Je hondje toch niet te vallen aan? We hadden wat aandacht verwacht natuurlijk, maar de aandacht die het heeft gekregen is echt enorm. Ja, dat hadden we gewoon echt niet verwacht. We stonden hier zaterdag heel de dag, want we waren bijna de hele dag bezig. Nou, iedereen stopte, foto's maken, mensen die elkaar gingen bellen die langskwamen. Midden op de weg stoppen. Stil en verkeer, het was groen en midden op de weg stonden die mensen. Even een fotootje maken, maar gewoon het verkeer tegen te houden. En ja, dat was echt heel gek. En zelfs toen we maandag en dinsdag het doek gingen controleren of het nog een week kon hangen, kwamen de mensen die reden gewoon de stoep op en zeggen: en hij blijft toch wel hangen nog een week. Ja, hij blijft nog hangen. Ja, echt... eer van je werk, toch? Dat is echt eer van je werk. Dat ja, had ik nog ineens durven dromen. Zit er nog iets in het vat? Misschien. Misschien zit er nog iets in het vat. We gaan het meemaken dit weekend. Ja, we geven nooit prijs of we iets doen en wat we doen. Dus dat gaan we nu ook niet doen. Dat vinden we ook altijd leuk. Dat is ook een ding dat voor ons. Wij vinden gewoon dat de supporters dat als eerste horen te zien en horen te ervaren. Dus we zeggen nooit of we iets doen. We zeggen nooit wat we doen. Dat proberen we altijd tot het allerlaatste te bewaren. Dus we gaan het meemaken zondag. Laatste vraag. Komt het goed? Alles komt goed uiteindelijk. We gaan er gewoon voor.